Sander, kom je erbij zitten? Mag je hier zitten? Straks gaat aan het eind van de uitzending komt dan Nobine Grim dat vertellen. Sander Groen, jij bent reisjournalist, hè? Want wat houdt er precies in, reisjournalist? Ik ben een journalist die op reis gaat. Ja, dus dat komt er ongeveer op hetzelfde neer. En de Lonely Planet, dat is de grootste reis... hoe zeg je dat? Reisgidsen, gigant, uitgever. Ja, die zegt dat volgend jaar, dus 2013, Amsterdam de toeristenplaats wordt na San Francisco. Hè? Ja. En ben je er wel eens geweest in San Francisco? Ik ben nog nooit in San Francisco geweest. Het staat wel lang, al heel lang op mijn verlanglijstje. Ja. Maar het is wel grappig, het zijn twee heel erg homovriendelijke steden. Die in die Lonely Planet lijst staan. Zou dat ook de achterliggende gedachte zijn van Lonely Planet? Dat denk ik niet. Ze geven die jaar, die lijst die maken ze ieder jaar. Voor de top 10 steden en de top 10 landen die je het jaar daarop zou moeten bezoeken. Ja. En de criteria die zijn een beetje schimmig. Dat is niet helemaal duidelijk. Het is nu wij zitten te praten ook nog zo vers van de pers dat het ook nog niet eens op hun eigen website staat. Nee. Want ze geven ook altijd de argumentatie waarom ze die landen en steden in een lijst zetten. Maar die argumentatie is nu nog niet bekend. Nee. Maar in het geval van Amsterdam zal het ongetwijfeld te maken hebben met de viering van het 400-jarig bestaan van de grachtengordel. Ja, de 400 jaar alweer. Ja. Ik weet me nog te herinneren dat het begon. En, en ook het Rijksmuseum. Hè, wat dan, en het Stedelijk natuurlijk. Het Stedelijk, nou, dat is al geweest. Maar het Rijksmuseum gaat natuurlijk nog komen. Maar wat me altijd interessant, wat me intrigeert... Want ik volg wel jouw reisreportages, waar de bevlogenheid vandaan komt. Nou ja. Hoe ben je erbij terechtgekomen? Nou, veel mensen die. Mensen zeggen altijd tegen mij: je hebt het mooiste beroep van de hele wereld. En ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die het heel graag zouden willen. Ja. Maar uiteindelijk de verkeerde. De verkeerde invalshoek hebben. Heel veel mensen die willen heel graag reizen en willen daarom hun beroep van maken. En dat is volgens mij het verkeerde vertrekpunt. Ik ben journalist en ik heb toevallig een specialisme gekozen. En in mijn geval is dat reizen, omdat ik er op een gegeven moment achter kwam dat ik dat heel aardig kon. Ergens naartoe gaan en dan opschrijven wat ik zag en beleefde. Maar het is maar een specialisme binnen de journalistiek. En het is gewoon een vak natuurlijk. Het gaat erom, het gaat om het schrijven. Ja. En het reizen, dat is mooi meegenomen. Zo maar is het is niet zo als een toerist dat je lekker lui uit kan slapen en overal van kan genieten. Nee, het is hard werken. Als ik bijvoorbeeld een week naar Sri Lanka ga, dan reis ik voor 3 verhalen bijvoorbeeld in 1 week het hele eiland over. En dan is het 's morgens vroeg op en 's avonds laat naar bed. En intussen zoveel mogelijk doen om in korte tijd echt mijn verhalen te kunnen halen. Want je hebt een deadline dan ook? Nou, niet ter plekke natuurlijk, maar ik heb niet. Ik moet er wel van kunnen leven. Ja. Dus ik heb niet de luxe om voor 1 reisreportage bijvoorbeeld 3 maanden naar Sri Lanka te gaan. Dat zou ik wel graag willen. Maar daar betalen ze te weinig voor. Precies, dan kan ik niet mijn brood ermee verdienen. Nee. Maar wat verdien je dan zo met zo'n reisreportage van Sri Lanka? Oeh, ja, dat is heel erg verschillend. Kranten die betalen heel erg slecht. Magazines betalen dan een stuk beter. Euro of zoiets? Ja, dat verschilt heel erg. Het varieert van een paar honderd euro tot een paar duizend euro per opdracht. Ja, dus de grote glossies die je betalen meer, dat is wel handig voor jonge mensen. Homo's die willen heel graag reizen. Ja. Jij bent zelf ook homo, hè? Ja. Dat zit er ook wel in. Tenminste, ik wil niet zeggen dat zit er wel in, dat kan je niet zien. Maar dat zit bij homo's erin, dat ze willen reizen. Ze willen, ze willen hun gebied uitbreiden. Dat heeft ook te maken met de opvoeding. Dat homo mensen vaak heel erg benauwd zijn. Zijn opgevoed en je mag je niet uiten. En dan als ze rijper zijn, dan willen ze zich wel uiten. Nou, dat zijn hele interessante zinnen zijn dat. En heb je beelden van Sri Lanka? Sri Lanka ben je geweest? Sri Lanka bijvoorbeeld. Ik vind het wel leuk om foto's te zien. Ik maak 9 van de 10 keer maak ik mijn eigen... Ik heb een paar dingetjes meegenomen. 9 van de 10 keer maak ik mijn eigen foto's. En dat is ook wel handig natuurlijk, want dan sluit de tekst heel erg goed aan bij de foto's. Je hebt een goed toestel ook. Ja, precies. Maar ik zal je een paar foto's sturen en dan kun je...
dan kun je die gewoon laten zien. Terwijl wij aan het praten zijn. Ja, precies. Dat is nu al. Precies. Ik heb dit meegenomen bijvoorbeeld, want ik heb 2 jaar geleden een prestigieuze prijs gewonnen. Dit gaat over, dat zal jou aanspreken, gaat over een treinreis. Een 3-daagse treinreis van Istanbul naar Teheran. Ja. En daar heb ik een reportage over gemaakt. Van Istanbul naar Teheran. Ja. Met heel veel eten ook. Ja. Het lijkt als een schilderij, vind ik. Ja, dit is de restauratie in de Iraanse trein. Het is dus de laatste dag van de Turks-Iraanse grens naar Teheran. Ja. En dan krijg je dit soort tafereeltjes. Maar is dat niet als homo gevaarlijk dan, om in Iran te reizen? Nou, in Iran is het niet erg... Ik heb wel overwogen om daar bijvoorbeeld ook... je hebt bijvoorbeeld in Teheran heb je ook een... Die heb je natuurlijk in elke stad. Overal zijn homo's. Ja. Dus ook in Iran en ook in Teheran. En ik heb daar wel overwogen om een reportage te maken... ook over de geheime homo-scene die je daar hebt... Alleen zat Teheran helemaal aan het begin van mijn reis door Iran. En ik kan als westerling, als buitenlander in Iran... kan ik niet opgehangen worden bijvoorbeeld, zoals homo's in Iran wel. Nee, ik niet. Oh, dat is wel omdat een voordeel ik niet, ja, precies. Maar ik kan wel gedeporteerd worden. Ik kan wel het land uitgezet worden. Ja. En ik was van plan om daarna, na aankomst in Teheran... nog 3 weken door Iran te reizen. Ja, ja. Dus dat vond ik niet zo verstandig. Maar als het aan het eind... Ik wist helemaal niet dat buitenlanders niet opgehangen konden worden. Nee, ik kan, en nee. Is het dan niet gevaarlijk dat ze in eerste instantie niet zien... dat je een buitenlander bent en dat ze al met je bezig zijn en dat je dan zegt van ja, maar ik kom uit Nederland. Ja, je hoopt dat het verschil uit zou maken, zeg maar. Nou, het verschil is voor ons natuurlijk wel, als wij daar op bezoek gaan, dat we daar weer weggaan ook. Ja. Maar het is wel eng om te merken dat je daar als westerling wel in de gaten gehaald ja, wordt. Ja, want we maken er een grapje over, maar we hebben gruwelijke beelden gezien ja. natuurlijk van ja. Iran. Dat ze op een marktplein aan een hoogwerker... Hè, dat is echt ja. verschrikkelijk. Ja, en het is dus ook een dilemma of je daar dan naartoe moet gaan. Ja. Het is een barbaars regime, zoveel is duidelijk. En daar ben ik ook absoluut niet voor. Maar Iran was wel een van de mooiste reizen die ik ooit heb gemaakt. Dat wel toch? Ja, want het is een prachtig land. Het is als vakantieland. Het is niet echt een vakantieland natuurlijk. Je gaat er niet naartoe op vakantie. Je gaat er meer naartoe als reiziger. Om meer van de wereld te ontdekken. Maar het is als reisbestemming heeft het meer te bieden dan Turkije. Maar Turkije, daar komen 30 miljoen toeristen per jaar. En Iran trekt 300.000 toeristen per jaar. Dus dat is een wereld van verschil. Maar ze hebben prachtige archeologische vindplaatsen. En de bevolking is echt overweldigend vriendelijk. Ze hebben er heerlijk eten. En ja, het is een fascinerend land. En dan vergeet je wel het barbarisme, zeg maar. Nou, daar heb je als bezoeker heb je daar niks mee te maken. Nee. En ik heb wel meegemaakt bijvoorbeeld dat in Teheran voel je op zich nog wel spanning. Daar was op een gegeven moment ook de bazaar gesloten omdat er demonstraties waren en van alles en nog wat. En dan voel je echt de spanning. Dan is de geheime dienst ook ineens overal. En dat is best wel... best wel eng. Herken je die ook dan als zij journalisten geheime dienst? Dat heb je vrij snel door. Ja. Ja, in Teheran waren we ook met een gids. Ik vond dat verstandig, omdat om verschillende redenen. En op een gegeven moment wilden we dus naar die bazaar toe. En toen werd mijn gids apart genomen door een mannetje in zwarte kleding. En het heet geheime dienst, maar het ligt er toch vrij dik bovenop, zeg maar. Ja. Dus dat is wel een beetje eng. Ja. Dan voel je die spanning wel. Maar zodra je de stad uitgaat en bijvoorbeeld naar Isfahan gaat, een andere stad, echt een van de mooiste steden van de hele wereld, of het over het platteland reist of helemaal in het zuiden bent van Iran, dan merk je daar helemaal niks meer van. Dan is het regime mijlenver weg. En dan is het gewoon echt een prachtig land om doorheen te reizen. En ze zijn ook dolblij met toeristen. Ja. En jij reist dan alleen? In Iran heb ik met een vriend gereisd. Oh. Ja, ik vond het toch, ik ben wel wat gewend hoor. En ik zou het ook wel alleen hebben kunnen doen. Maar ik vond het wel prettig om deze reis samen met iemand anders te maken. Een sterk iemand? Nou, nee, niet eens. Gewoon
Gewoon zomaar iemand. Ja. Ja. Een huistuin, een keuken, iemand. Ja. En als jij nou zelf, als jij zelf Lonely Planet zou zijn, welk land zou jij dan uitkiezen? Even mijn, of welke plaats? Nou, een van mijn grootste verrassingen van de afgelopen tijd was Taipei in Taiwan. Dat zou de stad zijn die ik op nummer 1 zou zetten. Ja, heb je daar ook foto's van? Daar heb ik... ik heb daar een... Of zien we dat nu al? Ik heb een dat waarschijnlijk ook. Ik heb een reportage gemaakt voor Flying Dutchman. Het Frequent Flyers blad van de KLM. Dat is deze. En daar geef ik voor... Want Taipei is echt een heel erg veelzijdige stad. Met heel veel verschillende wijken. Waar je allemaal verschillende dingen kunt doen. Van oud, traditioneel, eeuwenoude tempels tot Ximending. Dat is dan weer een heel, heel hip wijkje. Ja. Waar je echt hele rare dingen ziet. Ik dek je zo af. Hè? Dat is ook niet aardig. Nee. Maar dan kan je allemaal verschillende dingen zien. Ja. En wat is dan de kracht daarvan? Nou, dat je dus wat je niet zo snel zou verwachten in een Aziatische hoofdstad. Zoals Bangkok bijvoorbeeld. Is een fantastische stad. En het is heel fijn om daar een dag of twee te zijn. Ja. Maar langer niet. Want het is ook... hels druk en broeierig heet. En na een dag of twee, drie dan, hoe fantastisch die stad ook is, dan wil je er weg. Ja. Dan wil je naar de Thaise eilanden of dan wil je naar het noorden, naar het binnenland. En dat is in Taipei dus helemaal niet. Dan moet je er ook wel in het goede seizoen zijn, want als je er in het regenseizoen bent en het is elke dag 30 graden en een luchtvochtigheid van 98%, dan is het ook niet zo prettig. Nee. Maar ik was er in het najaar en het was heerlijk, heerlijk weer. En dan is het ineens een heel prettige, gebruikersvriendelijke stad ook. Het is lang niet zo hectisch als Bangkok. De mensen zijn heel aardig, ze zijn heel westers ingesteld. En je hebt, dat is het fascinerende aan heel Taiwan, maar... Vooral in Taipei merk je dat. Je hebt de tradities van China, het raffinement van Japan, want het is ook lang een Japanse kolonie geweest. En de creativiteit van de westers ingestelde Taiwanese. En dat geeft een hele leuke smeltkroes, zeg maar. Ja. Ik vond Taipei echt een warm bad. En wat er ook nog eens een keer leuk aan was, dat wist ik helemaal niet, maar daar kwam ik tijdens het researchen, achter dat er ook een hele bruisende homo-scene is in Taipei. Oh. Ja, en daar heb ik een verhaal van gemaakt voor de Gaykrant. Ja. Ik doe niet zoveel homo-verhalen meer, zeg maar, want dat heb ik al heel veel gedaan. Staat hierin inderdaad. Even kijken waar het staat. En daar ben ik... Gaykrant? Oh, daar heb je Boer zoekt man. Ik ga nog even kijken waar het staat. Daar is die. Oh ja. Ja, de vrolijke vibe van Gay Taipei. Kijk, zo even laten zien. Nu dek ik je weer af, hè? Gewoon zo. Dat is toch wel, zo spannend toch ook. Precies. Zo. Maar ik wist dat dus helemaal niet. En ik ben die homo-scene daar ingedoken een weekend lang. Met volle teugen erin gedoken. En het bleek echt ontzettend leuk te zijn daar. En ik heb zelfs Taipei uitgeroepen tot de homo-hoofdstad van Azië. Veel mensen denken dat Shanghai dat is of Bangkok. Ja. Maar nee, het is Taipei. Nou, we gaan je volgen op sandergroen.nl. Sandergroen.nl. Ook als u denkt van, nou, dit lijkt me wel goed. Die ga ik eens een opdracht geven als je hoofdredacteur bent van een of ander Linda-blad of zo. Heb je wel eens voor Linda iets gedaan? Nooit voor Linda gewerkt. Nou, dat lijkt me een goede tip. Zoek hem op en dan ben je verzekerd van een goede reisreportage.